Goedemiddag, ik ben Noah Mitchell en ik ga jullie vandaag meer informatie geven over astma. Astma, wat is astma nou eigenlijk? Astma is dat je luchtwegen altijd ontstoken zijn. Dit is een chronische ziekte, dus dit is een ziekte die je hele leven zal bijblijven. Je longen zijn eigenlijk overgevoelig, wat veel hijgen veroorzaakt. Dit komt door een virus of door prikkels waar je allergisch voor bent, bijvoorbeeld huisdieren, stof. Wat gebeurt er? De slijmvliezen in je neus, keel en longen, deze worden groter. Spieren trekken samen en de luchtwegen die worden dan smaller, zoals op dit plaatje. Links is de normale luchtwegen van iemand die geen astma heeft. En rechts is een plaatje van een persoon die wel astma heeft en die vaak last heeft van astma-aanvallen. Maar je longen krijgen veel lucht binnen, maar je kan moeilijk uitademen, omdat je luchtwegen smaller zijn geworden. Dan kan je gaan piepen zoals een ballon. Dit komt door de droge lucht. Sommige mensen gaan dan een soort pompje, genaamd puffer, gebruiken. Hierin zit een medicijn die de virussen oplost. De luchtwegen worden dan wat breder. Als deze virussen weg zijn, kan je weer makkelijker ademhalen. Als je astma hebt, dan heb je dit je hele leven. Daarvoor moet je zorgen dat je puffer altijd bij je hebt. Sommige mensen hebben tabletten, ontstekingsremmers, die ze moeten nemen. Het is belangrijk dat je blijft bewegen en je moet uit de buurt blijven van roken en waar je allergisch voor bent. Bedankt voor het kijken. Dit was mijn filmpje over astma en tot de volgende keer.